Jij bent? Alexander. Dat is de oudste? Ja. En jij bent de tweede? Nee, hij is de tweede. Ben jij de tweede? Nee, hij is de tweede. Ja, dat weet ik niet. Wie houdt me voor de gek? Hij is 12 jaar, hij is 11 jaar, hij is bijna 13 jaar. Hij is 11 jaar, dus hij houdt u voor de gek. Goed. Ik ben nou 10. Dit is Alexander. Huh? Dit is? Frizo. Frizo. En dit is? Constantijn. Goed zo, jongens. Nou, jullie gaan verhuizen. Nee. Oh, een tijdje nog, een jaar of zo. Wat vind je ervan? Meer dan een jaar. Nou, ik woon hier liever dan in Den Haag. Ja? Ja, veel vrijer hier. Ik vind het hier veel vrijer. Je zit in de buitenlucht. Dan zit je in de stad. Ik vind het er maar op. Maar we hebben wel een grote tuin daar. Even groot als hier. Maar ik vind het toch nog niet zegt geluk. Toch niet veel. En jij? Lekker. Oh, kom er bijna schelen. Je vriendjes kwijt. Dat vind ik nog vervelender. Ja, maar zullen jullie geen andere vriendjes krijgen in Den Haag? Andere vriendjes, maar ik wil liever nog in contact houden blijven met mijn andere oude vriendjes en zo. Want voordat ik met andere vriendjes in contact krijg, ik vind het eerder leuker om bij mijn oude vriendjes te blijven. Maar het duurt nog een jaar voordat het allemaal gaat gebeuren. Oh, meer dan een jaar zelfs. Nou, dus dat is zomer 81. Hoe lang? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar, goed zo. Een jaar en een kwart ongeveer. Jongens, hoe gaat het op school? Altijd even vragen. Heel goed. Nou, gaat wel. Bij mij gaat het tussenin, hè? Bij hem gaat het wel, bij jou gaat het tussenin. Ja, maar ik hoop dat dit eruit slipt, want mijn meester die zit en die luistert misschien ook straks. Ja. Dus en als ik wil niet, ik denk dat ik over ga, maar ik ben natuurlijk niet de beste van de klas. Ik hoeft er ook niet. Slechtste zelfs. Weet je dat ik helemaal niet geloof wat jij zegt? Oh nee? Nee. Dat is maar goed ook. En jij, bij jou gaat het heel goed? Nou. Ja, zijn het. Je ziet er toets. Knudden. Zeg, jullie vader en moeder zijn weinig thuis. Werken allebei. Ja. Ze moeten veel reizen. Maar je vader ook, hè? Die reist ontzettend vaak. Ja, die reist ook vaak. Maar ja, ik neem toch aan dat ze wel eens thuis zijn en leuk met jullie uitgaan, ja, vakantie. Ze proberen al hun vrije tijd aan ons te besteden. Dat vind ik heel aardig van ze. Ja, is het ook. Ze is een hele goede moeder dus en een goede vader. Ja. Drie kinderen. Alexander 12, Frizo 11 en Constantijn 10. Dat is toch waar juist, hè? De leeftijden. Ja. Is er nou een verschil tussen het leven van koningskinderen, zullen ze maar zomaar noemen, en andere kinderen? Is daar een verschil in? Ik kan het niet helemaal voelen wat de kinderen aanvoelen. Maar toch komen ze soms met het een of andere. Ze praten daar echt niet zo vreselijk veel over. Maar het moet wel iets leven in die kinderen dat hun bewustzijn anders maakt dan het bewustzijn van andere kinderen. Om een voorbeeld te noemen, als ze op de verjaardag van mijn schoonmoeder, 30 april, op de stoep in Soestdijk staan en vele mensen ze op de televisie zien, ook schoolgenootjes. Ja, klasgenootjes, schoolgenootjes. Waarmee ze dan de volgende dag weer gewoon op school gaan. Dan moet het wel iets voor ze betekenen. Maar ik dacht ook dat onze opgave en ook de opdracht van de mensen op school is om die invloeden die er zouden kunnen zijn, die er misschien ook zijn, zoveel mogelijk tegen te houden. Om binnen de grenzen van het mogelijke ook onze kinderen het gevoel te geven dat ze vrij kunnen zijn. Dat ze hun eigen leven kunnen leven. En dat niet alles wat ze doen onmiddellijk geregistreerd wordt. En anders wordt gewogen dan hetgeen andere kinderen doen. Hè. Ze moeten een beetje het gevoel hebben, ja, wij mogen soms ook iets doen wat misschien niet helemaal door de beugel kan. Maar dat mag dan niet zo opgeblazen worden. Alsof het iets was dat geen ander beschaafd kind of normaal kind doet. Ik geloof, als we dat kunnen bereiken, dan zullen we ze enorm helpen op hun weg. Die zeker niet altijd even makkelijk zal zijn. Ik hoop dat u er ook begrip voor zult hebben dat wij onze kinderen eigenlijk, zoals mijn ouders het ook hebben gedaan, toch in deze tijd dat ze nog schoolgaande kinderen zijn,
zo min mogelijk laten meedoen aan officiële gelegenheden en officieel laten optreden naar buiten. Juist omdat dat onvermijdelijk ook voor die kinderen een spanning meebrengt. Mijn man heeft het al aangeduid. Ze komen daarna weer gewoon op school. Ze moeten weer gewoon meedraaien. Ze gaan eruit en erin. Dat kan niet anders dan moeilijk te verwerken zijn af en toe. En dan hoef je dan niet helemaal van ze weg te houden. Ze moeten er ook mee leren leven. Maar wij wouden ze toch de kans geven om zo gewoon mogelijk hun schooltijd af te maken als dat kan.